Misschien dat ik die straks wel eentje pak voor de LOL's. Ik wil hem eigenlijk opblazen, maar ik weet zeker dat ik in plaats van zijn benen gewoon zijn kop eraf blaas. Dat zou handig zijn. Een bison, die is uit Ghost ook, hè? Echt veel verschillende dingen. Wat is dit dan? Dit is een Vector. Ik weet niet welke Vector, moet ik eerlijk in zijn. Ik denk de Modern Warfare 2 Vector. Oh shit, ik kwam niet eens schieten. For real. Yep, for real. Fuck die Desert Eagle. Fuck die Desert Eagle. Ik pak een minigun. Deze minigun krijg je sowieso op het einde. En die krijg je bij 20 wezens overleven. Maar ik gebruik hem nou ook al even om voor de lols. Ik vind het wel grappig. Oh shit, nou hebben we nog geen monkey bombs. Shit. Ik ga nog één keer kijken. Volgens mij moet het wel lukken. Ik denk dat nou toch die honden komen, om eerlijk te zijn. En ik bewaarde net die... Ja, ik bewaarde net die... die Desert Eagle alleen maar voor de honden. Omdat ze sterk zijn. Maar dit ding is ook sterk. En hiermee kan ik lekker sprayen. Dus fuck die Desert Eagle. Die Desert Eagle had ik aan het gedaan. Motor is iets. Hopelijk dadelijk monkey bounce. Je ziet het ding bijna niet schieten, jongen. Echt een niet-machine geluid. Hoor dit geluid, man. Dit is toch triest. Hey, kill challenge. Krijgen we, oh, dan hebben we nou een fucking episch wapen. Dan ruil ik deze dadelijk in. Of je het nou wil of niet, ik ruil hem zo meteen in. Nee, wacht. Misschien ruil ik mijn Galil in. Nou, die Galil was ook wel fijn, hè. Nee. Nou, twijfel ik. Weet je wat, ik doe één ronde met deze minigun. En dan ruil ik hem in. Gewoon omdat ik de minigun straks weer krijg. En dan kan ik hem straks alsnog gebruiken. Deze Galil is nou op zich nog wel goed. Wolfbite heet die. Lols. Wolfbite. Let's go. We gaan even op dezelfde spot staan. Dan schieten we even met de minigun alleen maar deze ronde. En dan doe ik hem daar ook weg. En dan pak ik mijn Advanced Warfare wapen. Want ik zweer het je, dat is echt een wapen die gewoon rechtstreeks uit Advanced Warfare zou kunnen komen. Hij ziet er wel fucking vet uit. Maar het is gewoon meer zo'n stijl. Zo'n futuristic wapen. Dus dat is wel, ik ben benieuwd uit welke game het komt. Als jullie het weten, laat het maar in de comments achter. Dat is wel leuk. Irritant dat je niet kan aimen, maar aan de andere kant ook wel weer handig. Want je hoeft totaal niet te aimen, want dit ding spreekt, jongen. En meer dan genoeg ammo. In ieder geval voor één ronde. Spray and pray! Mop, mop. Point challenge ook al. Bij wave 16. Daar gaat fucking snel. Dan kan ik nou een reken halen. Maar of ik een reken wil, daar ben ik nog niet helemaal over uit, eigenlijk. Maar deze gaat wel weg, dadelijk. Moet even een paar laten leven dan. Oké, er komt er naar de grond. Dan ga ik even weg. Dan gaan we eerst even die, dat alien wapen halen. Het probleem is dat je hem niet kan upgraden. Dit een keer ook niet upgraden. Maar als dat kon, zou handig staan. Want als ik daar zonder ammo zit, dan ben ik wel een beetje lul. Dit ding heeft veel meer ammo. Alleen, ja, ik krijg dit ding straks toch. Dus, bij wave 20. Zo doen. Zo doen, dat zeg ik trouwens vaak, hè. Dan zeg ik vaak, dat viel me laatst op bij mijn setup video. Iemand had dat in de comments gezet. Toen ging ik zelf luisteren. Als je dat zegt, dan heb je dat niet door. Maar ik zei extreem veel. Echt 888 keer. Dat was echt niet normaal. Sorry daarvoor, echt. Sorry. Dat was best wel triest. Maar ja, oké. Okay, we gaan even kijken. Ik weet niet of ik mijn... weet je wel? Ik hou nog heel eventjes deze. Omdat het kan. Ik bewaar hem nog eventjes. Dit is dus dat nieuwe wapen. Dit ding is fucking awesome. Oh, zijn er meer? Dit zijn de laatste dingen. Ik wil alsnog steeds monkey bombs. Ik denk echt dat die dingen daar ook heel erg van pas kunnen komen. Serieus. Ik ben benieuwd hoe die hier nou komt. Maar ik schiet denk ik eerst even deze leek. En dan switch ik daar ook even naar de woedewaf. Of reken. God, wat zeg ik nou? Was het maar een woord de wapen. Die zitten wel in deze map. Dat is één ding wat ik wel weet. Maar ja. Ik hoef hem niet te hebben. Liever heb ik hem niet. Het is zo'n fijn wapen. Die wil je gebruiken. Maar hij is juist te goed. Snap je? Dat is niet leuk. Het is gewoon te makkelijk met de woedewaffen. Richting de kist. We kunnen ook sneller rennen. Dat is fijn. Want we hebben weer een nieuwe perks gekregen. Of eentje tenminste. Straks als we die Juggernaut pakken. Krijgen we er nog eentje. Of Juggernaut. Wat heb ik dan met Juggernaut? Ik zeg allerlei verschillende dingen door elkaar. Ik bedoel reken. En ik zei net al woedewaffen. En nu zeg ik Juggernaut. What the fuck? Ik zat naar mijn perks te kijken. Faal. Altijd moeilijk. Altijd moeilijk praten. Vooral als je eigen stem niet hoort.
Dat ding hoef ik dus eventjes niet. Dat is leuk, maar ik heb daar een gepackagedpuntje versie liggen. Bij dat beertje. Dus houd hem maar. Stop hem maar weer terug. Stop maar weer terug in de doos. Geef hem maar eens zijn monkeys. Dat vind ik veel leuker. Hoe lang zal het duren? Ik heb genoeg geld om te proberen tenminste, want ik heb er geld toch nergens anders voor. Want de wapens die ik daar ook ga pakken, die kan ik toch niet meer upgraden. Let's go, schiet op! Er moet echt een knop voor zijn dat je zegt van, nee, ik wil het niet, doe maar weg. Snap je dat je sneller overnieuw de kisten kan. Maar aan de andere kant, het heeft wel iets nostalgisch, weet je wel. Constant wachten, dat was back in the days in World of War al, dus dat willen ze waarschijnlijk niet veranderen. Volgens mij is het wel een Call of Duty 4 map. Ik vind het zo raar, omdat ik eigenlijk Call of Duty 5 speel. Ik speel nou gewoon World of War. En er is niks meer van te zien. Hey, eindelijk. Er is gewoon niks meer van te zien dat het World of War is. En dat vind ik raar. En dat maakt niet uit, maar dat is gewoon gek. Dus ja, we gaan er maar weer tegenaan. En ik schiet je af, want het duurt toch nog even te spawnen. Dan zien we nou even deze Galil leeg. Hopelijk krijg je max ammo. En dat hoor je me niet vaak zeggen. Hopelijk krijgen we geen max ammo. Maar nou hoop ik het. Want anders vind ik dat zonde om een wapen weg te doen. Oh, nou komen jullie ook tegelijkertijd. Of was dat net ook al? Ik weet niet meer. Dat is echt iets typisch World of Wars. Dat tijdens zo'n gewone wave dat ook die andere beesten erbij komen. Want je hebt in Black Ops 2... Nee, Black Ops 1 heb je wel die... die gaskikkers, zeg maar. Ik weet niet hoe ik dat ding altijd moet noemen. Ik noem het al gaskikkers. Maar die komen wel afwegen, maar dat is anders. Daar zijn niet echt speciale... Serieus. Boom. En nog een... En insta-kill. Oké, dus. Nou, dit wordt een korte ronde, denk ik. Zo gaat het snel. Oh, echt waar? In mijn rug. Hij duwde hem helemaal weg, zag je dat? En dat bedoel ik, jongens. Die zombies zijn zo sterk. Ik wil gewoon niet down gaan. Dat is eigenlijk een beetje mijn doel. Anders is helemaal niet moeilijk, maar hoef maar 1 seconde niet op te letten. Ik ben gewoon genaaid, zit vast. En als ik hier gewoon blijf doen wat ik de hele tijd doe, dan kan er eigenlijk in principe niks fout gaan. Let's go! En Mozart, sprayen en prayen. En we gaan naar de volgende ronde. Ja, na deze ronde dan ruil ik hem in, oké? Ja. Dan gaan we over naar de Peacemaker. En dan breng ik peace. Deze gebouw doet me ergens een denk aan een map uit Call of Duty 4 Block, volgens mij of zo. Ik weet niet meer zeker of die zo heette. Als zo'n heel saaie groen-grijze map. Net als deze. Zo'n speciale sfeer. Echt zo'n Chernobyl sfeer. Of Chernobyl. Ik weet nooit hoe je dat uitbespreekt. Sommigen zeggen Chernobyl en sommigen zeggen Chernobyl. En zag je dat? Even 3 keer hit binnen 10 seconden. Binnen 10 seconden, binnen 1 seconde volgens mij zelfs. Te lang reed, hiha. Het lijkt best rustig, wat ben ik gek? Of komt het dadelijk allemaal nog? Aan de ene kant heb ik nou de neiging om gewoon aan te lopen hoor. Nou, misschien is dat niet slim, want ze spawnen nog steeds. Nou, er komt niks achter mij, nou wel, want ik hoorde nou net eentje uit de grond komen. Oké, let's go! Woe, YOLO! Ik haat dat zo ergens mensen YOLO zeggen. Fuck it. In een video mag het. Dan is het niet serieus. Maar als je het echt zegt, echt waar, schaam je diep. Dus waar komen ze nog? Voor me ook nog. En ik denk dat ik nog goed gepland heb ook. Check mijn ammo. Ik ga nou even die regen halen. En dan krijgen we dus ook weer een extra perk. Dat was speed in flopper. Dus dan hebben we volgens mij... Nee, we hebben niet alle perks dan. 2, 4, 6... Ja, er zijn er totaal 8. Dan missen we er nog eentje en die krijgen we bij WF20. Inclusief die minigun die we net al kregen. En dat is hier. En het grappige is, volgens mij staat het Survive Wave 20. Ik ga daar even kijken. Maar volgens mij als je Wave 20 sowieso al haalt, dan ben je al klaar. Zo. Volgens mij bij de laatste. Ik ga even kijken wat er op die muur staat. Ik ben wel benieuwd. Survive. Oh shit. Even wachten, ik ga niet kijken. Ik ga je niet down. Niet nu. Oh shit, er zijn echt veel. Blijf gewoon een beetje sprayen, omdat het kan. Because I can. Oh jongen, gek. Oh shit. Nou, laat jullie maar even kruipen. Ik ga even kijken wat op je muur staat.
Nou. Survive 20 rounds. Oké, nee, dat is dan... maar dan moet ik toch 20 ook overleven? Of? Nee, ja, ik snap het niet. Maar ja, misschien ben ik te dom. Ik zie het van twee kanten. Aan de ene kant, als je 20, dan heb je dus 20 rondes overleefd. Maar dan is dat toch de 20ste ronde. Maar ja, whatever. Maar niet uit. We gaan even terug. Hé, hey, daar komen de puppies. Daar hebben we ook een regen. Dus op zich moet dat ding wel werken. Kijk, we winmerk zijn wel. Kregen we net nog. Hé, hey, gek. Dit is denk ik wel het beste wapen tegen deze mormels. Want het grootste probleem is dat je moet laden. Omdat ze zo snel zijn. Die dingen rennen harder als jezelf, zeg maar. Voor die honden in World of War, die kon je altijd wel voorblijven. Als je bleef rennen, dan konden ze niet inhalen. Maar deze dingen haalde je in. Dus als je moet laden, dan ben je genaaid. Want je kunt niet wegrennen en even laden. Daar is geen tijd voor. En we gaan als goed naar wave 20. Dan krijgen we die laatste challenge weer. Dus gaan we zo meteen even evac bellen. Dan is het mooi geweest. Nou gaan we de peacemaker gebruiken. Yay! Challenge complete. Mission objective complete. Nou moeten we naar de telefoon gaan. Nou, die telefoon ligt altijd aan de plek. Die lag bij de spawn. Dat is mooi van alles. We hadden al die tijd al kunnen bellen. De telefoon lag gewoon. Ik vind het iets van mij om naar down te gaan. En we gaan ook eventjes alvast naar die telefoon toe. Want dan moet je nog 10 minuten overleven. Dus, en dan komt er een nuke. Want er komt eerst een nuke en dan moet je 10 minuten overleven. Ik weet niet. It's a nuke! Check hoe snel dat ding door zijn ammo inschiet. Te snel. Heel hoge fire rate, maar bijna geen recoil. Fijne iron sight ook zeggen. Het is geen iron sight, het is red dot. Maar je ziet niet die rand, zeg maar, van die red dot. Dat is fijn. Want dan leidt het altijd best wel af, die rand. Vind ik. Nou, ik heb echt alleen maar bugs, alsof er een laser zit. Hij is bijna leeg. Dan gaan we toch eventjes die minigun pakken. Want dit ding is toch leeg en ik kan hier dadelijk toch niks mee. Ja, maar niet de laatste, want ze spannen nog steeds. Let's go! Ik denk dat ik daar gelijk dan die telefoon regel. Want dan kom ik dan toch langs. Hé, hey, ze spannen al nog steeds. Ik wil zeggen joinen, maar... Ze joinen niet. Nou, hou die double points maar. Double points niet. Maar interesseert mij die puntjes. Helemaal niks. Naar de noppes. Net moest ik allemaal die monkey bombs hebben. Ik heb ze nog niet eens gegooid. Wel. Check dit ding. Lol. En hij ligt ook mooi te chillen. Chillen. Zo, de minigun. Die hebben we dan ook weer. Hé, we krijgen geen extra perk. Dat we nog een extra perk kregen. Nou, dat was dan in je lichttelefoon. Lag er net ook al. Dan gaan we snel terug. Want hier is het best moeilijk om te overleven. We hebben dus 10 minuten linksboven hoek zie de countdown. Maar ik dacht dat we nog een extra perk kregen. Dat is dus niet het geval. Maar ja, dat maakt het toch niet uit. Er zijn er 7 dus. Nou, dat is meer dan genoeg. Dat is toch handig om te hebben altijd. En dan heb ik op zich best een fijne combinatie. Een minigun voor grote groepen. En dan die regen gewoon voor revive. Ik pak even die regen. Ik kan als goed mezelf toch niet killen. Ik wil even snel naar die ene spot. Dat vind ik zo fijn. Want ik zou zeggen, hier is veel ruimte, kun je mooi rip traden, maar hier ga je allemaal vastzitten achter dingetjes, dat is irritant. En ik spreek uit ervaring. Het zal niet de eerste keer zijn, zou ik het zo zeggen. Volgens mij als je gewoon rondjes blijft lopen, heb je toch gewoon overleven, want je moet gewoon 10 minuten overleven, dus ja. Ik hoef hier niet al die rondes nog door te lopen als het ware, maar dat doen we wel. We spelen het wel legit. Ik ben best traag met dit ding, dat is wel een nadeel. En hij mag niet leeg raken, want dan ben ik wel ver van huis, denk ik. Er spant er een achter mij. Het is ook geen niepig, hè? Oh shit, hij is echt leeg. Fuck, ik kan niet wachten dat hij leeg zijn. Damn! Ik weet dat ik hem niet hoef te gooien, maar we doen het gewoon. En ik kan nou eentje laten kruipen en dan gewoon die 10 minuten afwachten. Dat is gewoon... Ja, dat is gewoon eigenlijk de easy way. Ik weet niet of ik dat doe. Misschien wel, maar ik denk het niet. Tenzij ik trouw ook echt zonder ammo of zo, dan doe ik dat wel. Oh joh, gek. Ze raken me goed. Beetje te goed, is mijn vraag. Drop nou eens even ammo. Dat doe je anders ook, en dan heb ik het niet nodig. Nou mag je droppen. You picked on the wrong marine. Zo irritant, ik heb super droge lippen. En vraag me niet waarom. Dat is irritant. Ik heb ook een droge keel. Lijkt alsof het kou begint te worden. Dat is niet de bedoeling.
Is dat eigenlijk gewone wave of zijn er weer die alien? Oh no, dit is gewone wave. Ups. Dit vind ik niet zo leuk. En dan komt dat ik dus nou echt. Nou ook echt ammo problemen heb. Ik kan daar niet mooi blijven staan, dat is net. Langs niet af me spannen, is niks aan de hand, maar. Uh-oh. Echt waar? Echt waar? Oh mijn fucking god. Oh mijn effing god. Ik ga je weg. Weg hier, abort mission. Ja, dat is het probleem. Je kan niet die mooie spot blijven staan en blijven schieten. Met dit soort wapens gaat dat niet zo makkelijk. Dat was niet bedoeling. Dat was ongeluk. Maar ik mag niet doodgaan. Ik ga niet dood. Niet nu. Niet nu. We zijn zo close. We zijn bijna gered. Echt waar, Dennis. Echt waar. Wauw. For real. Yep. For real. Yep. For real. Zie je hoeveel ze duwen? Moet je zien. Dat is echt niet normaal. Fucking god. Jongens. We hebben gewoon officieel gefaald. We hebben officieel gefaald. We hebben de objective gewoon niet gehaald. Oh mijn god. Kijk, dit is de ultieme troll. Daar ligt gewoon max ammo. Rechts van mij. Oh mijn god. Dat meen je niet, man. Fucking hell. Dit is zo oneerlijk. Nou, in ieder geval, het maakt in principe niet heel veel uit. Want als je die objective had gehaald, dan was het gewoon afgelopen. Als de countdown op 0 stond, was het gewoon afgelopen. Je kreeg niks te zien. Dus, maar in ieder geval, ik hoop toch dat ze het leuk vonden. Het is een keer wel anders, die custom maps. Anders als gewone maps. En ik weet dat ik nog steeds een paar gewone maps moet spelen. En dat zal ik ook doen. Maar dit wou ik gewoon even uploaden. Omdat ik dat laatst al een keer gestart had. En toen dus verwijderd had. Dus heel veel mensen waren wel benieuwd wat het was. Dus als je het leuk vond, laat een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.